12 april 2017. Toeval? Verdachte opgepakt voor Dortmund. Nu weet ik niet precies waar Dortmund ligt. Dat ligt volgens mij in de buurt van Düsseldorf. Maar 100% zeker weet ik dat niet. En daar is een verdachte opgepakt wegens een mogelijke terroristische aanval op een voetbalbus met spelers. Toeval of niet? Schoolprestatie hangt af van school. Dat is natuurlijk compleet logisch, want daarom heet het ook schoolprestatie. Denk ik dan maar. Het ging om een of andere Calvijnschool, ergens weet ik veel waar, toeval of niet. Calvijn uiteraard met een C voor de goede orde. Wie heet hem nou Calvijn met een K? En een en ander had ermee te maken dat een heel groot deel van je leven wordt bepaald door het feit naar welke school je gaat en alle consequenties die daaraan vasthangen. Toeval of niet? Weer protesten in Zuid-Afrika. Zongo was right. Toeval of niet? Nou ja, kijk, die hele Zuma, het begint ook met een Z trouwens, die is vandaag 75 jaar geworden en de Zuid-Afrikaners zijn hem eigenlijk een beetje zat. En dat er dan wordt geprotesteerd tegen hem en dat hij maar met pensioen kan, is voor de rest geen toeval. Tentoonstelling Rumoer in de stad. Nou, daar kan ik het lang en breed over hebben. Geruchten en roddels en achterklap enzovoort. Dus dat is dan ook rumoer in de stad. Nee, het gaat niet over Nijmegen, maar het gaat over de opkomst van de steden en het begin van de 19e eeuw. Of zelfs nog eerder, weet ik veel. En de vraag is dit toeval of is dit geen toeval? En lijkt de situatie heel veel op de onze in deze huidige tijd. Roddels en achterklap. Om onduidelijke redenen zit ik niet mijn gebruikelijke thee en of koffie te drinken, maar heel af en toe een biertje. Kijk, deze gisteren heette het bier ei en vandaag heet het bier moord subiet. Toeval of niet? TBS, 8 op de 10 mensen zien spanningen. Dat is een miraculeus onderzoek. Nu heb ik hier in mijn hand een muis en ik zie er helemaal geen spanning op staan. Het kan aan mij liggen, dus het is een wonder dat 8 op de 10 mensen spanningen zien. Ik dus niet, maar goed, ik ben al ietsjes ouder. Dat kan natuurlijk toeval zijn of niet. Ik heb nog ergens een spanningsmeter, geloof ik, weet ik veel. En die zou ik er ook nog bij kunnen halen. En dan kun je de spanningen meten. Jawel, dat kan. Techniek staat voor niks. Oprichter J. Geilsband, overleden. Teletextpagina 136. John Warren Geils Jr. richtte in 1967 de J. Geils band op. Ze hadden hits in de jaren 70 en 80, waaronder Love Stinks, Centerfold en Freeze Frame. De man is 71 jaar geworden, toeval of niet. Dronken man slaapt op vluchtstrook. Teletextpagina 407. Een dronken man van 36 jaar uit Sint-Annaland, dat schijnt een plaats te zijn die ook echt bestaat, hield het zaterdagavond voor gezien en ging op de vluchtstrook met zijn auto staan, gooide wat rotzooi uit zijn auto en deed net alsof hij pech had en daarna ging hij zijn roes uitslapen.
Hij mocht eigenlijk helemaal niet rijden met zijn auto, want hij had gedronken, maar dat heeft hij blijkbaar toch gedaan. Maar blijkbaar was hij toch zo verstandig geweest om niet meer achter het stuur te gaan zitten, maar op de vluchtstrook zijn roes uit te gaan slapen. Helaas werd dit gedrag niet beloond, want de politie kwam op een gegeven moment erbij en hij mocht meteen mee naar het politiebureau. Kortom mensen, wie mist u in uw naaste omgeving sinds zaterdag, CQ zondagochtend? Toeval of niet? Andere roddels. De gegevens zijn binnen. Proost dan maar op de moordse biet, hè? Toeval of niet?